Goedemorgen. Zo, vandaag is het woensdag, de 10e januari 2018. En hoe heet het? Nou, Kian die nemen we even van boven. Hallo. Hoi. En we gaan dadelijk met z'n drietjes naar het Van Wil Bethesda ziekenhuis. Wat ga je daar nou doen, Wil? Ja, daar gaan we even een intakegesprekje houden. Voor wie? Ja. Me. En waarom? Dat vertel ik je later wel. Privé redenen. Ja, om privé redenen. Niks bijzonders, maar... Houdt er even naar gekeken worden. Doei! Zo, klaar in het Van Wil Bethesda ziekenhuis. En allerlei gesprekken gehad. Ja, waarom dan Wil? Ja, dat ga ik niet vertellen. Maar erop. Wat zeg je nou? Zijn pik moet eraf. Zijn pik moet eraf. Nou, daar hebben we het wel mee te maken, maar hoeft er niet af hoor. Hey, later. Hoi. De nieuwjaarsreceptie hier van de gemeente Hellevoetsluis. Nou, het wordt al aardig druk en ik verwacht dat het gigantisch druk gaat worden. Zo, later. De eerste week in Hellevoetsluis nu heel goed bevallen is. En langs deze weg kan ik u ook alvast geruststellen, want ik heb toen een wapen gekregen, een aangepast wapen van Hellevoetsluis, met een nieuwe hoorn erbij. Maar ik heb er even goed naar mijn ambtsketen gekeken en er zit echt al een oude hoorn en een nieuwe hoorn op mijn ambtsketen. Dus van harte welkom, dat is ook alvast goed. Ja, en een bijzonder welkom ook aan onze oud-leden van de Economische Raad. Zij hebben zich ingezet jarenlang om onze economie bloeiend te houden. En ze gaan nu kiezen voor een regionale samenwerking voor de economie. Dus heel hartelijk dank. En even waar Franka staat, de voorzitter van de economie. Heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet. Alle leden van de Economische Raad. Ik heb heel lekker gegeten. Ik heb hele mooie gesprekken mogen voeren. En eigenlijk ben ik ook overal geweest in Hellevoetsluis. In elke wijk heb ik al kunnen eten. Ik heb met jonge kinderen, met oudere kinderen, alleen. Dus het was heel mooi om jullie allemaal te leren kennen. Dank daarvoor. En het komend jaar wil ik eigenlijk graag de handen uit de mouwen steken. Door een stage in de stad. Hey, zo, dat was hem weer, hè. Uit een dag van Wil. Nou... zoals jullie hebben gezien, Van Wil Bethesda ziekenhuis, oftewel het Dirksland ziekenhuis in de volksmond geweest. Ja, waarvoor Wil? Ja, oké, hoor, het is al gevlogd, hè. Het gaat om een privé gereedschapje, dat moet eventjes even nagekeken worden. En, nou, geen ernstige dingen in ieder geval, gelukkig niet, maar moet wel even nagekeken worden. En dat gaat over 4 weken gebeuren. Ga je dan vloggen, Wil? Nee, dat mag dus niet. Ik ben trouwens wel bij de pinken, want ik krijg een ruggenprik. En dus ik ga het alles gewoon meemaken. Ja, zou wel leuk zijn, vloggen. Niet die operatie, want dat lijkt me niet zo... nee, dat lijkt me niks. Maar goed, wie weet kan dat nog wel. En dan gaan jullie dat ook wel, als dat mag, gaan we dat ook weer zien. Nou, voor zover was het voor deze vlog weer. En ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. Ik vond het erg leuk. En je weet het, hè, zeg het voort. Er kunnen altijd nog wel wat abonnees bij, hoor. Het is gratis, zoals jullie zelf al weten. Degene die al abonnees zijn bij mij. Gewoon even beneden aan even een duimpje en hoppata. Dus wil je dan zoveel volgers hebben, Wil? Nee. Dat niet. Ik vind het wel leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ja, goed. Je weet maar nooit. Hè? Voorlopig heb ik al redelijk wat volgertjes. Hey, tot morgen. En je weet het. God loves you all. En ja, het is avond. Dus ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. En ik ga zo meteen lekker slapen. Hey. Hoi!